dorst, honger, zijn afleidingen die beïnvloeden je. Zijn mentale conditie. En kunnen voorkomen, ja, dat wil je dus niet, dat je ze niet effectief in kan zetten. Iemand nog een vraag over de sportmentale conditie? Drie pijlers. Wat zijn de drie pijlers? Sportmentale conditie? Verbinding. Verbinding. Zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen. En die ene middelste, maar ik weet even niet welke. Toewijding. Toewijding. Dat is wel mooi. Heel goed. Goed dat je me hebt aangespeeld. Goed zo. Ja. Hey, zorg dat je doel, dat je die ergens opplakt. Nee. Ja? Bij jezelf ergens in je kamer, weet ik veel. Dat kan echt helpen. Ja. Mooi. Frieke, waarom is het nou belangrijk dat je doel kan visualiseren, dus dat je er een beeld bij kan maken? Een beeld van kan maken, waarom is het nou belangrijk? Omdat je het dan niet, want als je het verwoordt, dan heb je niet echt idee waar je het uit gaat zien. En als je een beeld tekent, dan kun je voor jezelf gaan een doel neerzetten van zo wil ik later ook uitzien. Dus dan doe eigenlijk ook echt een plaatje nemen. Ja. Then is het complete. Is goed gelukt? Best wel. Mooi. Top. Iemand nog een vraag? Nope. Oké. Dan zijn we precies een uur verder. Dan wil ik graag zo dadelijk de kippotloodjes terug als jullie helemaal klaar mee klaar zijn. Nee, die is voor jou. Die mag jij ergens opplakken waar je in ieder geval nog vaak tegen gaat komen. Had jij hem al uitgezet of niet? Staat hij al uit? Hij is nog bezig. Dus je moet hem nog uitzetten.